Ondernemer Jim Rassam van Intermed Group heeft afgelopen weekend Klevia Capital opgericht en ondergebracht bij Klevia Park. Klevia Capital moet de groene economie in Suriname stimuleren. Rassam zegt dat er vanaf 2012 op de internationale markt gezocht is naar kapitaal. Nu beschikt de bedrijvengroep over voldoende kapitaal dat ondergebracht is in Klevia Capital. Op die manier kan het geld beter beheerd worden. En het is zo hard gegroeid dat wij nu kijken tegen een bedrag van $3 miljoen aan. Aan spaargelden en noem maar op, hè, van derden. Die wij dus nu in beheer hebben en die we hebben gestopt in onze activiteiten. Waar ze niet alleen een heel mooi rendement uithalen. Dat zit ergens tussen de 8% en 7% en de 10% nu vandaag aan de dag. Maar waar ze vooral ons helpen mee een social impact mee te maken. Want het is vooral, je moet kijken naar de activiteiten waarin we stoppen, de projecten waarin we stoppen. Ja, dat zijn allemaal groene projecten waarin we de gelden in hebben geïnvesteerd. Zoals we, dat wat u hier om u heen ziet, hier, ons Klevia Sluis, $100.000 van een iemand die met zijn spaargeld is gekomen. En waar hij een goed rendement mee verdient. Zodanig zelfs dat hij, dat hij ervan leeft. Rassam zegt voorstander te zijn van ondernemen met een sociale impact. De groene economie is daar onderdeel van. We zijn al jaren bezig geweest in de gezondheidszorg. We hebben een tiental bedrijven in de zorg. En je stond altijd tegenover elkaar. In een soort van wel eens niet de sfeer, Jim Wan, no, Moji Afu, weet je. Dus het was altijd een gaan en getrek, mensen snapten je niet, totdat ze hier kwamen. En dan was het heel anders, weet je. Dus Klevia Park heeft die omslag gebracht dat men je beter ging begrijpen. Dat men zag dat je eigenlijk bezig was om, als social entrepreneur, om niet alleen het goede te doen, maar het goede zo goed mogelijk. En dat betekent dat als je het goede doet, je medemens helpen, de pijn bij je medemens wegnemen, dat je het ook zo goed mogelijk moet doen, want anders heeft de mens veel meer pijn. Dat was ondernemer Jim Rassam, die Klevia Capital heeft gelanceerd. De bedoeling is om de groene economie in Suriname zoveel mogelijk te promoten.